Ja, de start is gevallen en die begint met de galoppaarden voor Mystery S. Mystery S springt, daarachter zit Obelix Vrijthout wat klem en zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. Leiding wordt genomen door Lady Perlini, daarachter op plek 2 aan de buitenkant Nanadoe Vrijthout. Die kan nu inparkeren, ook een galoppaarden van Simply the Best. Paarden gaan de eerste bocht door. Leiding daar genomen door Lady Perlini. Nummer 11, galop nummer 11. Nanadoe Vrijthout op plek 2. Lindsay Star ligt derde. De vierde plaats is voor Velten Annabel. Eerste paard aan de buitenkant ligt vijfde. En dat is de naar voren gaande Joyeux d'Albatre. Rest van het veld erachter. Galoppaarden van Lindsay Star in derde positie. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Kijkt Mats Wester een keer achterom en ziet hij dat hij een gaatje heeft geslagen. Gaatje naar Nanadoe Vrijthout. De opening is 13-4. De buitenkant komt op Doemen Joyeux d'Albatre. Die ligt nu derde. Vierde aan de relingzijde Velten Annabel. Vijfde aan de buitenkant is de favoriet Mercury Boko. En zesde aan de relingzijde ligt Obelix Vrijthout. Daarachter volgt dan ook I'm Special. Dat is de groep die we in beeld hebben gehad. De andere paarden liggen daar wat achter. En zo komen de deelnemers de bocht door en komen ze de rechte lijn voor de tribune met straks nog één ronde te gaan. In de achtervolging zien we Lindsay Star. En die sluit zo meteen weer aan. Het veld is voor de tribune met nog een ronde te gaan en de leiding in handen van Lady Perlini. Lady Perlini, lekker relaxed aan kop. Tempo is wat naar beneden gegaan. Joyeux d'Albatre ligt tweede aan de buitenkant. Daarachter ligt Mercury Boko, de favoriet. 19 rond de tussentijd. En zo gaan ze de laatste ronde in. De eerste die dat doet is Lady Perlini, halve lengte voorsprong. Daarachter galoppaarden van Nanadoe Vrijthout. Nanadoe Vrijthout springt weg, Verbeek kan ook geen kant op. Uitgeschakeld nummer 8, galop nummer 8. De deelnemer die er vast achter zit op dit moment is Velten Annabel. En de deelnemer die er net achter vandaan kan is Obelix Vrijthout. En nu zijn de deelnemers op weg naar de rechte lijn overzijde ook een galoppaarden daar van Mercury Boko. Mercury Boko sprong er ook uit, rommelige koers. Twee paarden liggen nu ruim voor de rest. En ze zijn halverwege de rechte lijn overzijde met Lady Perlini aan de buitenkant onder druk van Joyeux d'Albatre. Aanval wordt afgeslagen en zo gaan ze de volgende tussentijd neerzetten. 17-4. Geel Wildhagen neemt zijn paard even terug tot op de rug van Lady Perlini. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Lady Perlini gaat sterk. Joyeux d'Albatre ligt tweede. Derde plaats is voor I Am Special. Vierde, sterk teruggekomen. Lindsay Star. En zo gaan ze de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Groeiende voorsprong voor Lady Perlini. Joyeux d'Albatre handhaaft zich makkelijk op plek 2 op dit moment. Daarachter I Am Special die in de achtervolging is. En uit de start van het veld komt nu naar voren Obelix Vrij. Proppen gaan eruit bij Lady Perlini en die gaat nog een keer versnellen. Het was eigenlijk niet eens nodig, maar doet het wel. Lady Perlini, Mats Wester, de man met de gouden helm van de korte baan, die gaat hier winnen. Het is makkelijk Lady Perlini, laatste 500 meter in 1:14.6. Joyeux d'Albatre ligt nog tweede, maar die heeft het helemaal niet makkelijk. Moet hopen dat de streep op tijd komt, die is net op tijd. En derde aan de buitenkant is dan waarschijnlijk nog Obelix Vrijthout. 16-8 voor de winnaar.